ja, er zijn meerdere dingen, merk ik. Het ene is als ik merk van het zijn mijn gedachten, wat ik dan vaak merk, is dat er dan iets van dwingends in zit. Zo van, ja, dat moet zo. Het moet zo of zo. Hè? Dus dan zit er, of ik wil het zo. En dan denk ik van, oh, wacht even. Dit is toch even wat anders dan wat je wel zou zeggen. Dus dat is wel één ding. En vaak is het zo dat als er iets doorkomt, ze zorgen eigenlijk altijd ervoor dat zelfs ik er verbaasd van ben. Dus of een grapje, dat ik denk van, nou jongens, ik heb best wel humor, maar dit grapje had ik zelf niet kunnen verzinnen. Die heb ik niet. Mm-hmm. Die heb ik niet, dus dat is voor mij ook wel een bewijs. Of dat er in één keer een beeld en een gevoel opkomt. Het komt dan echt van meer van binnenuit, zeg maar. Dus dat ik het meer weet. Maar dan weten vanuit, als ik het even gewoon heel fysiek, een lager gedeelte of zo, van hier ergens. Dan voel ik gewoon van, het klopt. En anders voel ik het toch meer, in dit gedeelte, zeg maar. Dan voel ik gewoon van, ja, ik zit hier ergens. En dan zit er vaak dus inderdaad iets van, ja, maar ik denk dat het zo moet. En dan hoor je al van, ik denk dat het zo moet. Ja, dat is voor mij echt wel een, dat ik denk van, hé, dat zijn, ik begin dat nu te ontdekken, zeg maar. Dus in het begin is dat heel lastig. Dan kun je het misschien nog niet helemaal goed voelen. En dat begint nu steeds helderder te worden van, hé, wacht even, dit is gedachte en dit is, Nou, dus zo is die voor mij, Yes. Dat is heel herkenbaar. En wat daarin zo mooi is in die ontwikkeling, dat je überhaupt, als je het even los ziet van het contact met die geest, überhaupt dat we als mens zijn we zo bewust bezig met wat zijn gedachten en hoe filteren onze gedachten, overtuigingen, de realiteit waar we naar kijken. En dan zijn we er ook zo intens mee bezig, mm-hmm. ook wat we in de programma's mensen ook meegeven. Ja. En in dat proces, zo mooi Jacques hoe jij dat verwoordt, wat komt via Chantal? Mm-hmm. Voor mij, jij geeft hem ook aan, hij voelt totaal anders. Ja. Dus op het moment dat ik een eigen gedachte heb, die dwingend is, is een hele andere frequentie ja. dan de informatie die via Chantal komt. Ja. Ja. En dat is in het begin zoeken, maar met name het zoeken is ook weer wat wij onze mensen leren. Is durf je te vertrouwen op wat er doorkomt. Ja. En ja, dat is een prachtig ontwikkelstuk. Voor mij dat voelen, daar zit zo'n ander gevoel op. Ja. Ja. En tegelijkertijd, als er dan weer een andere gids zich aandient, dan is dat ook weer even fijn. Ja. Ja, met die bandbreedte, dus net als met de radio, even goed intunen. Ja. En dan, als je hem weet, dan is dat weten vanuit een heel andere laag. Ja. 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 En dan nog, en dat is het mooie omdat we met z'n drieën werken, komen er dingen bij mij door. En dan zegt mijn gedachte. Dat kan niet, maar dan, dat kun je niet doorkrijgen, want zo slim ben je niet. Ja. Dan ben ik blij met jou altijd, want jij weet dat soort dingen. En dan kan ik het bij jou verifiëren. En dan weet ik, jij hebt het wel doorgekregen, ook al snap ik het zelf niet. Ja. En dat geeft dan weer de geruststelling, ja. dat klopt. Ja. Ja. Mooi. Ja. Ja. Nou ja, kijk, de reden waarom het lastig is om het onderscheid te maken, zeker in het begin. Kijk, iedere informatie die komt feitelijk via je higher mind en maakt toch een soort van representatie in je systeem, zeg maar. Hè? Dus een soort vertaling, zodat er een soort, voor zover het te begrijpen is die informatie, maar er ontstaat een soort van representatie, zodat je het in ieder geval een soort van begrip kunt geven. Maar door dat proces is het in het begin heel erg lastig om het verschil in vibratie te voelen. Ja. Voor mij is het heel behulpzaam geweest om te kijken van hoe dat proces dan gaat. Op het moment dat je, als je denken gaat altijd in een soort van chronologisch proces. Hè? Je gaat van het een naar het andere. Maar het neemt ook een soort van tijd in beslag, zeg maar. Dus met denken bouw je eigenlijk iets op. Uh-huh. En ik heb in het begin er heel veel aan gehad, omdat ik gewoon complete concepten gewoon kreeg, zeg maar. En dan ging ik het proberen uit te leggen aan Jacques. En dan was ik 10 minuten, 15 minuten aan het uitleggen van wat ik heb doorgekregen, zeg maar. En dan denk ik van, hé, maar dit was in een paar seconden, was dit helder, yeah. zeg maar. Ja. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk informatie gewoon op een heel andere manier hebt binnengekregen. Dus eigenlijk een soort van download hebt gekregen op dat moment.
En dat is eigenlijk voor mij het moment geweest waarop ik echt ben gaan vertrouwen op van, hey, ja, maar dit bedenk ik echt niet zelf. Dit komt ergens anders vandaan. En dat heeft mij enorm gemotiveerd om dit proces gewoon verder te gaan ontwikkelen, zeg maar. En ja, dan helpt het heel erg als je met elkaar bent. Mm-hmm. Zodat je vragen aan elkaar kunt stellen, maar ook antwoorden bij elkaar kunt verifiëren. En, want het is in het begin, kan het heel verwarrend zijn. En het belangrijkste is eigenlijk wat jij zegt, je voelt ook de frequentie. Er zit een hele andere frequentie in. Op het moment dat je echt in een soort channel staat, zit je in een hele andere frequentie als dat je aan het denken bent. Ja. Zeg maar. Ja. Blijft boeiend. En het blijft boeiend. En we zien het iedere keer in de programma's. Op het moment dat mensen die twijfel uit kunnen zetten. Zodat er een keer doorbraken ontstaan, zeg maar. En dat mensen van alles beginnen door te krijgen. Zoals taal. Gewoon echt een keer spontaan buitenaardse taal beginnen te... En dat proces dat herkennen we. Die twijfel, als je die twijfel gewoon kunt... Ja, je kunt neerleggen, zeg maar, en je gaat toestaan om die stroom te laten komen, zeg maar. Ja, dan, en als je het eenmaal hebt gevoeld, dan wil je meer. Ja. Ja.